Voorzitter, een schimmige deal van 100 miljoen tegen ambtelijk advies in voor ondeugdelijke mondkapjes. Op zichzelf al erg, maar toch gaat het vandaag niet over de inhoud van deze deal of de handelswijze van de heer Van Lienden. Dat komt na het Deloitte-rapport. Wel gaat het over de rol van het kabinet over deze deal en of de minister eerlijk is geweest. Het gaat over wat wij als samenleving en als Tweede Kamer mogen verwachten. Een betrouwbaar kabinet, integere ministers en fouten die niet worden verdoezeld. Het heeft er alle schijn van, door WOP en Volkskrant en appjes, dat deze deal nooit tot stand was gekomen als de minister zich niet persoonlijk hiermee had bemoeid. Teksten als ik hoop dat het lukt, verzoek om Siewert geknuffeld, ik heb er een dagtaak aan, laat ook zien dat het meer was dan alleen maar berichten doorgeven. Als oud ambtenaar weet ik hoe het werkt. Als je dit soort teksten van je minister krijgt, dan heb je het te regelen. Terwijl de topman van het landelijk consortium eerder al aangaf niet tot een deal te willen komen en dat het niet nodig was. En toch haalt een net uit de grond gestapt bedrijf de grootste orde van de coronacrisis binnen. Dat lijkt geen toeval. Eerste vraag aan minister Helder is dan ook of zij het er ja of nee mee eens is dat deze deal er alleen is gekomen door actieve bemoeienis van minister De Jonge. En het kabinet wilde geen feitenrelaas geven vanwege lopend onderzoek. Wie heeft om welke reden verzocht de appjes nu opeens wel met de Kamer te delen? Wanneer wist minister Helder van de betrokkenheid van minister De Jonge? Graag een reactie van minister Helder. Uit dit appverkeer blijkt dat er wel degelijk betrokkenheid van minister De Jonge is geweest bij de totstandkoming van het deal. Op antwoorden op Kamervragen op de camera is het bij herhaling ontkend. En vorige week zei de minister nog dat de berichtgeving in de Volkskrant onjuist was, of in ieder geval niet de echte werkelijkheid weergaf, terwijl het nu gewoon blijkt te kloppen. En ook was hij wel degelijk op de hoogte van de inhoud van de deal, namelijk op 25 april, voordat het contract was getekend. En mijn vraag aan minister De Jonge is dan ook, waarom gewoon niet eerlijk antwoord gegeven op zijn betrokkenheid? Vindt de minister het passend een semantisch woordenspel te voeren over wat de term betrokkenheid precies inhoudt? En waarom was hij zo gebrand op deze deal? Publicitaire druk? Of had hij een andere reden? En erkent de minister De Jonge dat hij doorslaggevend is geweest bij de totstandkoming van deze deal? Voorzitter, deze handelswijze van niet eerlijk zijn raakt ons allemaal. Het is lelijk voor ons allemaal. Het raakt de vertrouwen in het kabinet en het raakt het vertrouwen in de politiek. En ik baal daarom ook dat we hier vandaag staan. En bij zijn afscheidsinterview zei minister De Jonge en sprak hij hoop uit. En ik citeer, een politieke cultuur van niet voeden van wantrouwen, maar uitgaan van vertrouwen. Wat een mooie wens. En een terechte wens. Belangrijk ook in een politiek versnipperd landschap waar complotten steeds meer grond krijgen. Maar dat roept wel de vraag op. Op welke manier kunnen we nog met deze minister verder? Gaat er daadwerkelijk iets veranderen na dit debat? Als we deze minister het vertrouwen geven, wordt het dan weer business as usual? Of vindt er daadwerkelijk die beloofde nieuwe politieke cultuur plaats die ons al zo lang als samenleving en als Tweede Kamer is beloofd? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kuiken. En dan geef ik het woord aan de heer Van Haga, Groep Van Haga. Dank u wel, voorzitter en beste inwoners van Nederland en natuurlijk ook mensen op de publieke tribune. Voorzitter, 14 Kamerleden zijn mij vandaag voorgegaan en hebben al vele vragen gesteld over de inmiddels beruchte mondkapjesdeal. Ik sluit mij bij die vragen aan en het is een deal geweest waar een vieze stank omheen hangt van graaierij, gelieg, gekonkel, vriendjespolitiek, achterkamertjes, draaikonterij, arrogantie, rookgordijnen en macht. Onder het mom van liefdadigheid werden miljoenen verdiend aan de pandemie. En dit allemaal over de ruggen van de hardwerkende, belastingbetalende en destijds banggemaakte mensen in Nederland.
Mensen die afgelopen jaar door toedoen van de voormalig minister van VWS en de minister-president uit elkaar gedreven zijn. De samenleving werd gespleten. Mensen werden tegen elkaar opgezet. Onherstelbare schade in de samenleving werd aangericht door mensen met een groen vinkje te belonen met een bezoek aan het café en mensen zonder groen vinkje te bestempelen als paria's en ze grondrechten af te nemen om zich vrij te bewegen in de samenleving. Deze verschrikkelijke tweedeling is ook glashard ontkend door de voormalige minister van VWS. Laten we ook dat niet vergeten. Voorzitter, hoe ironisch. De vele zwarte bladzijden die uit de printer rolden toen we gisteren op het laatste moment de WhatsAppjes kregen die werden uitgewisseld door de voormalig minister van VWS over de mondkapjesdeal, symboliseren deze zwarte bladzijden in de Nederlandse geschiedenis. De zwarte bladzijden waar mensen stapje voor stapje tegen elkaar werden uitgespeeld, waar stapje voor stapje vrijheden werden ingeperkt, waar we stapje voor stapje in een samenleving terechtkomen waar niemand van had gedacht dat dat ooit zou kunnen gebeuren. Terug naar de mondkapjesdeal. Het gedrag van voormalig CDA-lid Siewert van Linden is ronduit walgelijk. Maar de rol van de voormalig minister van VWS is minstens zo laakbaar. Op 9 juni 2021 ontkent hij hier in de Kamer dat hij betrokken is geweest bij de mondkapjesdeal. Inmiddels is duidelijk dat hij zelfs een belangrijke rol heeft gespeeld bij de deal. Hij spoorde zijn secretaris-generaal aan om contact op te nemen met Siewert en uit de appgesprekken blijkt dat hij ook zelf rechtstreeks contact met Siewert heeft gehad. Hiermee staat vast dat de voormalig minister van VWS de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Daarnaast vond meneer De Jonge het nodig om via zijn privémail te communiceren, ondanks alle dringende adviezen dit niet te doen. De voormalig minister van VWS had daar gewoon lak aan. Volgens meneer De Jonge deed hij dit omdat de werkmail zo lastig werkt, want hij moet steeds zijn wachtwoord wijzigen. Wat een totale nonsens. Denken dat mensen dit geloven is een grove belediging voor de intelligentie van iedereen in Nederland. Voorzitter, ik zit hier precies een jaar. In dit jaar is het vertrouwen van burgers in de politiek, het vertrouwen van burgers in de overheid, keer op keer beschaamd. Niets leren wij hier van het verleden. Hoeveel sorry's zijn hier al door de zaal gevlogen? Hoeveel actieve herinneringen zijn in deze zaal al uitgeschakeld? Hoe vaak is hier al gezegd, dit had ik anders moeten doen? Dat, voorzitter, dat is de allergrootste crisis waar we hiermee te maken hebben in Nederland. Het vertrouwen van de Nederlanders in ons, de politiek. Het vertrouwen is tot nul gedaald. En ik begrijp dat hartstikke goed. Het gemak waarmee wij als volksvertegenwoordigers en daarmee de mensen in Nederland die ons hebben gekozen worden voorgelogen, afgeschreept en geschoffeerd, kent zijn weerga niet. We kunnen moties van wantrouwen indienen totdat we ons wegen, maar ik kan u nu al voorspellen hoe deze dag eindigt. De voormalig minister van VWS heeft sorry gezegd. De voormalig minister van VWS is zogenaamd door het stof gegaan. De voormalig minister van VWS pakt zijn tas, loopt de kamer uit en gaat naar huis. En morgen meldt hij zich weer gewoon op het ministerie van Volkshuisvesting. Kortom, we dronken een glas, deden een plas en alles is weer zoals het was. Daarom heb ik maar één vraag aan de minister of aan de voormalig minister van VWS. En dat is ook mijn afronding. Wat vindt de voormalig minister van VWS zelf eigenlijk? Vindt hij zelf eigenlijk dat hij moet aftreden? En op die vraag zou ik heel graag antwoord willen hebben. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Dan gaan we naar de heer Omtzigt. Voorzitter, het is goed dat we vandaag dit debat voeren. Al hoop ik dat we de komende weken ook toekomen aan te kijken waardoor er een oversterfte van 40.000 mensen heeft plaatsgevonden tijdens de coronacrisis. Hebben we goed gehandeld? Hebben we de 100 miljard goed uitgegeven? Want we hebben een enorme greep in de kas gedaan. We hebben de samenleving zwaar onder druk gezet. En ik zie dat een land als Zweden dus ook een wat grotere policy review heeft laten zien, waarop je kan praten of over die hoofdlijnen gaat. Deze deal, voorzitter, en daar hebben we het vandaag over. In maart en april 2020 was er een schrijnend tekort in verpleeghuizen, in thuiszorg en bij huisartsenposten.
De OVV praat over een stille ramp in verpleeghuizen. En ook ik heb mijn best gedaan om te kijken hoe er dan zo snel mogelijk mondkapjes hier kunnen komen. En hoe de belasting van die mondkapjes voor iedereen verlaagd kon worden. Omdat dat via de Europese regeling kon. Voorzitter, waar we het vandaag over hebben, en ik had gehoopt dat het Deloitte-rapport klaar was, want op deze manier gaan we 2 of 3 keer een debat erover voeren, is hoe de Kamer hierover geïnformeerd is. Dit kabinet, iets meer dan 1 jaar geleden in een debat op 1 april, heeft daarna een nieuwe bestuurscultuur beloofd. Artikel 68 van de Grondwet vraagt of je al de informatie waar de Kamer om vraagt levert. En de informatie die wij eergisteren kregen van de regering is de informatie die waarschijnlijk in september of oktober aan Deloitte geleverd is. Waarom is die toen niet aan de Kamer gestuurd? En er zijn WOP-verzoeken gedaan en daar liggen dwangsommen op. Waarom heeft de regering dwangsommen betaald? Hoeveel tot nu toe? En heeft het kabinet akkoord gegeven op het betalen van dwangsommen zoals het dat in het kinderopvangtoeslagschandaal deed? Want dan hebben we geen nieuwe bestuurscultuur, maar dan blijven we dus dit onderzoeken. En dan blijven we onze dure tijd hieraan besteden in plaats van aan de rest van de evaluatie. Dank u wel. Er is eerst een interruptie van de heer Van Haga, groep Van Haga, en dan mevrouw Thiele, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ken de heer Omtzigt als een zeer integer Kamerlid. En hij is vaak een groot voorbeeld voor mij. En ik probeer ook in dezelfde lijn mijn kamerwerk te doen. Dat komt ook een beetje omdat wij alle twee, tegen wil en dank, afsplitsers zijn. De heer Omtzigt heeft 330.000 stemmen gehaald, ik 241.000. De heer Omtzigt 5 zetels in zijn eentje, ik 4 zetels. Toch krijgt de heer Omtzigt maar 120 seconden om zijn verhaal te doen. En daarin moet hij de mondkapjesdeal behandelen. Maar daarin moet hij ook een aantal beschuldigingen aan zijn eigen persoon weerleggen. En dat is bijna onmogelijk. Dus ik zou de heer Omtzigt willen vragen of hij voor eens en voor altijd duidelijk kan maken wat zijn rol was. Ik geloof dat hij daar de ruimte voor moet krijgen. En dan denk ik dat we allemaal kunnen zien dat de heer Omtzigt op geen enkele manier iets daarmee te maken had. Maar dat hoor ik graag uit zijn eigen mond. Ik geef hem graag daar die tijd voor. Meneer Omtzigt. Voorzitter, ik zou graag willen weten op welke specifieke vraag dat hier gaat. Meneer Van Haga. Nou, voorzitter, er zijn door mevrouw Agema bijvoorbeeld net een aantal beschuldigingen geuit. Mm-hmm. En dat gaat om bemoeienis bij deze deal. En ik zou graag de heer Omtzigt de gelegenheid willen geven om hier te verklaren. En misschien heeft hij daar maar 1 antwoord voor nodig, maar misschien heeft hij er wel 2 minuten voor nodig. Want waarvan, nou, was daar enige bemoeienis? Zijn er contacten geweest met Siewert van Linde? Heeft dat ook geleid tot beïnvloeding van deze deal? En ja. Ik denk dat het goed is om dat te weten. Heer Omtzigt. Voorzitter, ik denk niet dat mijn contacten met Siewert van Linde op deze deal beïnvloeding opgeleverd hebben. En ik heb 2 dingen gehoord. Dat ging over de BTW. En ja, ik heb hier bijvoorbeeld een motie van april 2020 van Verhagen en Baudet die de regering verzoeken het dragen van mondkapjes te stimuleren. Dat is de achtergrond in de tijdsgewicht waar we het over hebben. En in die tijd is er sprake dat er nog importheffingen op persoonlijke beschermingsmaterialen zijn. En dat er 21% BTW opgegeven wordt. Ja, ik heb hier Kamervragen gesteld en ik heb me ervoor ingezet dat het makkelijker wordt om die dingen te importeren, dat de BTW eraf gaat. De BTW, als je die op een rekening krijgt, zeg ik u er even bij, dat weet u als ondernemer, dan als dat van 21 naar 0 verandert, dan heeft de afnemer daar profijt van. En dat is tegen de achtergrond dat op dat moment er geen mondkapjes geleverd werden aan verpleeghuizen. Geen mondkapjes wel geleverd werden, omdat er een richtlijn was, waardoor als iemand in een verpleeghuis zat en bij een coronapatiënt langskwam voor een behandeling van minder dan 5 minuten, een contact van minder dan 5 minuten, er geen mondkapje was. Ja. Vele van die mensen hebben nu long-covid en het heeft geleid tot zeer veel meer besmettingen. En het was mij helder dat wij op dat moment meer mondkapjes nodig hadden, net als de rest van de Kamer die er toen ook heftig om vroeg. Tot slot de heer Van Haga. Ja, dank u wel. Dat lijkt me een helder antwoord. Nog even iets rechtzetten. Natuurlijk heb ik ooit die motie ingediend die vroeg om mondkapjes.
Iedereen begint nu te lachen. Het is natuurlijk niet zo dat wij ooit ervoor zijn geweest dat mensen gewoon buiten de ziekenhuizen of buiten de verpleeghuizen of buiten de tandartsen en buiten de chirurgen mondkapjes gingen dragen. Wel is het zo dat we hebben gekeken naar mogelijkheden om de samenleving open te houden en niet in lockdown te gaan bijvoorbeeld, door bijvoorbeeld zo'n mondkapjesdeal in te stellen. Ja, dat is iets heel anders dan hier geïnsinueerd wordt. Dus ik wil afstand nemen van het feit dat wij voor het dragen van mondkapjes zouden zijn geweest, want dat is absoluut niet zo. Ik hoor geen vraag. Voorzitter, de motie luistert overwegen dat wijdverbreid gebruik van mondkapjes in een later stadium het opheffen van de lockdown kan bespoedigen. Verzoekt de regering het dragen van mondkapjes te stimuleren. 8 april 2020. Ja, we gaan naar mevrouw Thiele, VVD, dan mevrouw Paulusma en mevrouw Agema. Ja, dank u wel, voorzitter. En in het Volkskrant-artikel van afgelopen dinsdag stond iets wat ik eigenlijk niet kon geloven. Want er stond, Omtzigt wil zelf geen openheid van zaken geven. En wetende dat meneer Omtzigt altijd pleit voor transparantie en openheid, kon ik me bijna niet voorstellen dat dit daadwerkelijk een feit is. Dus mijn vraag aan meneer Omtzigt is of hij bereid is om al zijn communicatie rondom deze deal openbaar te maken, zodat we mee kunnen kijken. Heer Omtzigt. Voorzitter, ik sta een beetje versteld van dat we als Kamerlid precies moeten zeggen wat er moet gebeuren. Maar ik probeer precies te vertellen wat ik gedaan heb. Ik heb gepleit voor een lager btw-tarief op mondkapjes. En ik heb gepleit voor het stoppen van de importheffingen. En daar zaten goede redenen voor, want de importheffingen gaan rechtstreeks naar de Europese Unie. En het lage btw-tarief was mogelijk gemaakt door de Europese Unie, want als dat niet kan, dan mag dat niet. En Frankrijk had dat toen al doorgevoerd, Italië was ermee bezig en het leek me zinnig om dat ook hier te doen. Ik heb dat achter en voor de schermen bepleit dat dat moest gebeuren. En ook bij de douane. Twee, ik ben, en dat was pas nadat deze deal gesloten was, dus ik ging ervan uit, zeg ik, in twee dingen, dat er een tekort van mondkapjes was. Ik heb het hier over een oversterfte. Een oversterfte betekent 2000 extra begrafenissen per week op het hoogtepunt van de pandemie, waarvan de helft in de verpleeghuizen. Ik ging ervan uit dat het hier om een non-profit zaak ging. En dit was nadat de eerste inkoop gedaan was, dus ik ging ervan uit dat de kwaliteit ook op orde was. Daarom heb ik gezegd, doet u, regering, kijkt u of dit zinnig is. Mevrouw Thiele. Maar mijn vraag was eigenlijk of meneer Omtzigt bereid was om al zijn communicatie voor en achter de schermen, zoals hij het noemt, te delen, zodat we daar ook eigenstandig een oordeel over kunnen vellen. En mijn constatering is dat meneer Omtzigt eigenlijk zegt, nou nee. Heer Omtzigt. Voorzitter, ik ga hier graag een discussie aan. Maar ik vind het heel bijzonder dat hij nu een lid van de oppositie vraagt, terwijl de coalitie 20.000 gesprekken achter de schermen heeft. En ik geef u precies aan welke communicatie er geweest is. En daarom sta ik hier ook om antwoorden te geven. Mevrouw Paulusma, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik begin met een compliment. Want ik heb groot respect voor meneer Omtzigt, hoe hij altijd strijdt voor rechtvaardigheid. En ik zie ook wat dat met u doet. U bent voor transparantie, voor alles openbaar en publiek. En ik ging me ook inlezen naar het debat van vandaag. En toen kwam ik uw naam toch veel tegen en ik wil het graag van u horen, want dan weten we hoe de vork in de steel zit. Het las deels alsof u een doorgeefluik was, maar ik las ook dat u in het torentje bent geweest om deze mondkapjesdeal, dat u met meerdere bewindslieden contact heeft gehad, app, mail. Dus ja, ik hoop dat u mij daar wat opheldering over kunt geven. Ik heb u net verteld dat ik in het torentje geweest ben en ik kan precies vertellen waarom ik die afspraak gemaakt heb. Mij was te oren gekomen dat er hier in Leiden vaccins geproduceerd werden door Halix van het AstraZeneca-vaccin wat in april begon. En die vaccins die waren in die zomer klaar. En ik heb gezegd, deze lead geef ik u. Net als ik een aantal andere leads van andere bedrijven gestuurd heb naar de PA. Net als hier veel mensen gedaan hebben. Baudet zelfs gewoon publiekelijk. En om die reden heb ik aan de premier gevraagd, wilt u daar naar kijken? Bij dat gesprek heb ik ook gezegd van wat is er met die mondkapjes gebeurd? Er ligt kennelijk nog een aanbieding. Ik bepaal niet of ze op dat moment ingekocht hebben, maar ik geef u wel even de achtergrond die u zelf ook schetste bij deze zaak. En die achtergrond was
Een grote oversterfte en ook in april nog de verklaring van de regering dat er nog een behoorlijke schaarste aan mondkapjes was. En dus vroeg ik eraan, hoe kan die schaarste er zijn, terwijl iedereen hier om me heen zegt dat die schaarste er niet hoeft te zijn? Mevrouw Paulusma. Ja, dank u wel, voorzitter. En dat is ook door meerdere collega's al in de Kamer gezegd. Iedereen had goede contacten of goede ideeën. Maar wat ik ook in mijn eerste interruptie zei, ik bewonder u altijd om uw openheid en het strijden voor transparantie. Dus als u niks meer heeft gedaan dan het delen van leads, dan kan dus ook voor het onderzoek voor Deloitte die communicatie ook openbaar worden gemaakt om dat ook te kunnen toetsen. Zodat we van elkaar ook weten, als we het hebben over transparantie en over informatie die we met elkaar delen, dat het enige wat u in het torentje deed, was het delen van leads. De heer Omtzigt. Ja, en als Deloitte bij mij komt, zal ik daaraan meewerken. Dat lijkt me toch helder. Mevrouw Paulusma, tot slot. Ja, nog even. Ik zal de vraag heel kort stellen. Dus er is geen enkel probleem voor u met het openbaar maken van de communicatie aangaande de leads. Of misschien wel meer dan alleen die leads die u gehad heeft de afgelopen periode. De heer Omtzigt. Als die openbaar gemaakt worden, dan worden die openbaar gemaakt. Dat lijkt me heel, heel helder. Maar ik vind het raar dat u de mailboxen of de zaken van parlementariërs gaat zoeken. Mevrouw Agema, PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik krijg toch de indruk dat de verdedigingslijn van de heer Omtzigt niet helemaal klopt. Op 10 februari werd onze volledige voorraad beschermingsmiddelen verkocht aan China. Heel kort erop was het carnaval en totale ontploffing van corona in Nederland. En de paniek om de beschermingsmiddelen en de mondkapjes begon toen. En dat is een hele intense periode geweest waarin heel veel hele goede, lieve mensen dingen hebben willen doen. Maar waarin ook de schurken boven water zijn gekomen. En wat ik mis in het verhaal van de heer Omtzigt is dat op 14 april, dan zijn we al een stukje verder in de tijd, er al 75 miljoen mondkapjes binnen waren. Er op dat moment genoeg was voor iedereen. En er ook nog voor een half jaar extra in bestelling stond. En dat is waar eigenlijk de crux zit. Dus CDA van Linden, de partijgenoot van de heer Omtzigt, ook beide schreven aan het partijprogramma. Beide waren goed bekend met elkaar. Waarschijnlijk ook bevriend, lees ik in het boek Siewert's Miljoenen. Toch gaat op dat moment, terwijl hij is afgewezen bij het onafhankelijke landelijk consortium hulpmiddelen, komen allemaal CDA's in stelling. Hè? Waaronder dus de minister, waaronder zijn PA, allemaal van het CDA, de secretaris-generaal. En dan krijgt ze deal. En dan daarna, dus die deal van 100 miljoen en 40 miljoen mondkapjes. En daarna is het, en dat zien we toch ook duidelijk op deze tweet en op deze foto. Ik zie het niet zo, sorry. Dat bent u toch? Oh, ja, sorry. Ja, als u de foto vandaag op bezoek bij hulptroepen.nl en Siewert. Indrukwekkend hoe er binnen weken miljoenen mondkapjes geïmporteerd worden. Die waren er trouwens nog niet, hè, maar dat was dus op 24 april. En daar is de heer Omtzigt uren geweest. Uren gesproken met Van Linden. En dan daags erna, 5 dagen erna, gaat hij met het plan van Van Linden, waarmee hij een tweede deal wil. Dat plan neemt hij onder zijn arm eigenlijk ook mee naar Rutte, het torentje in, en dan laat het daar ook achter. En godzijdank was het Martin Verrijn die er vervolgens een stokje voor gestoken heeft. Begrijp ik nu op dit moment zoals de stukken ervoor liggen. En welke vraag heeft mijn u? Vraag is alsof de heer Omtzigt zich eigenlijk wel realiseert dat hij gewoon onderdeel uitmaakte van die CDA-vriendjespolitiek in de richting van CDA van Linden. De heer Omtzigt. Voorzitter, ik heb het nu een paar keer proberen te zeggen. Er was op dat moment wel sprake van een tekort. En ik kijk even naar minister Helder, die op dat moment voorzitter was van Actis. We hadden op dat moment nog steeds een richtlijn die ervan uitging dat zelfs als iemand dat zelfs voor het aanreiken van kleine zaken je geen mondkapjes had. Dus er was sprake van een, wat mij betreft, te weinig gebruik. Dat is ook wat minister De Jonge, toen minister van VWS, in de Kamer midden april verklaarde. Ik heb pas na die eerste deal, pas nadat ik ervan uitging dat dat klopte, heb ik aan Rutte gevraagd van hoe komt het dat er nog steeds niet voldoende mondkapjes gebruikt worden, omdat er bijvoorbeeld hier in andere gevallen meer dan voldoende beschikbaar lijkt. Dat is de vraag die ik daar gesteld heb. En dat is tegen die achtergrond van die contacten die ik toen had. Zou ik dat opnieuw doen? Nee, dat tweede niet. Dat eerste wel. Die btw-verlaging, die zou ik zeker opnieuw doen.
En daar ben ik heel blij mee dat we dat gedaan hebben. Mevrouw Agema. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, die enorme boosheid die er was, hè, dat de mensen in de verpleeghuizen en in de thuiszorg en de wijkverpleging geen mondkapjes kregen, die deel ik. Daar ben ik in die tijd ook woest om geweest. Het was al lang en breed bekend dat corona zich verspreidde, vooral door het inademen van elkaars adem. Maar dat is niet het springende punt. Er lagen er op dat moment 75 miljoen gewoon in loodsen in Nederland. Dus eerst was alles verpatst, maar in de tussentijd was het ook weer teruggekomen. En met die 75 miljoen hadden makkelijk de mensen in de verpleeghuizen en de wijkverpleging en de wijkziekenverzorging ook mondkapjes kunnen krijgen. Dat ze dat niet deden, is schandalig. Maar mijn punt is dat deze persoon, deze CDA'er, die Siewert van Linde in beeld kwam en al die andere mensen, bijvoorbeeld ook die Haarlemse organisatie die vandaag een rechtszaak is begonnen tegen de staat, die had uitstekende mondkapjes. En zijn deal werd in datzelfde weekend dat Van Linde zijn deal krijgt, zomaar gestopt. En we weten ook alle ins en outs niet ervan, en dat moeten we ook allemaal nog te weten zien te komen. Maar zij waren niet de enige. Er waren honderden mensen die zich aanmelden met allerlei deals voor mondkapjes, die ze ook konden regelen, connecties die ze al hadden. Maar zij kregen geen deal. En Siewert van Linde wel. En toen was die deal gesloten en mede. En toen wilde u nog een deal. Toen wilde Pieter Omtzigt van toen nog CDA nog een deal. En hij wilde dat lospeuteren. Hij legde het plan neer bij de minister-president in het torentje. En dat is waar mijn vraag over ging. Heeft meneer Omtzigt zichzelf voldoende gerealiseerd dat hij onderdeel uitmaakt op dat moment van de vriendjespolitiek van het CDA? De heer Omtzigt. Voorzitter, ik heb dat met de intentie gedaan omdat er op dat moment niet gezegd werd dat er voldoende mondkapjes waren. En ik heb aan de premier gevraagd hoe dat kwam. En nogmaals, net als iedereen hier en net als een aantal grote bedrijven, ging ik er inderdaad van uit dat het hier om een non-profit ging. Dat was het niet. Als ik dat geweten had, had ik het niet gedaan. Mevrouw Agema, tot slot. Ja, tenslotte. Nou, we weten allemaal dat bij heel veel non-profit organisaties bestuurders zitten die alsnog tonnen verdienen. Dus ja, dat is ook niet echt een goed argument. Kijk, er is 100 miljoen euro verloren gegaan, belastinggeld. Dat geld dat moet terug en dat vinden we allemaal heel erg. Maar deze CDA'er kreeg voorrang op al die andere organisaties. Omdat al die andere organisaties al die kruiwagentjes van het CDA niet hadden. En het stond in een formeel kamerstuk op 14 april dat die 75 miljoen mondkapjes binnen waren. En natuurlijk was het ook CDA Rugger de Jonge die hier in het debat op 15 april toch de suggestie wekte alsof er nog steeds paniek was. Dus dat snap ik nog. Maar uiteindelijk vraag ik of de heer Omtzigt zich realiseert dat hij onderdeel was van het CDA die allerlei kruiwagentjes vormde voor deze persoon, voor Siewert van Linde van het CDA, mededeelnemer van de partijprogrammacommissie, en dat andere die uiteindelijk wel deugdelijke mondkapjes hadden, achter het net visten. De heer Omtzigt. Voorzitter, ik ging ervan uit dat ik de leads aan het doorgeven was. En ik hoopte dat de beste daaruit geselecteerd werden door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. Dat was mijn intentie. En vanuit die intentie, en zo gezellig was het in die coalitie op dat moment niet, ik werd door de VVD-fractie, die nu hele leuke vragen stelt, begin maart in de krant beticht dat ik ongeveer te veel vragen over corona stelde, omdat er nog niet zoveel aan de hand was. Dat was de achtergrond van wat er gebeurde. Ik maakte mij grote zorgen om wat er gebeurde in die verpleeghuizen. Dat was de reden waarom ik vroeg wat daar gebeurde. Het kon mij niet schelen waar ze vandaan kwamen. Ik heb ook een aantal andere leads aan de PA doorgestuurd. En dat heb ik bewust gedaan, omdat ik dacht dat ik daarmee zou helpen. En datzelfde heb ik destijds gedaan met het feit dat hier vaccins geproduceerd zijn. Vaccins die uiteindelijk, omdat er niet op geacteerd is, geëxporteerd zijn naar het Verenigd Koninkrijk. Dat maanden eerder kon beginnen met de vaccinatiecampagne. Dank u wel. Nog een interruptie van de heer Asser. Daar heb ik me heel bewust voor proberen in te zetten in het algemeen belang. Ja, als ik kan denken. Ja, voorzitter. En nog één ding. Ook ik ging ervan uit dat het non-profit was, inclusief de salariering. Ja. De heer Asserkan. Een kort vraagje, voorzitter, waar ik nog een beetje mee zit. En misschien dat de heer Omtzigt mij kan helpen. Het was niet de portefeuille van deze minister. En kan meneer Omtzigt nou aangeven wat nou de reden is dat de heer Van der Linde uiteindelijk bij deze minister uitkomt en niet bij de heer Van Rijn? De heer Omtzigt. Dat
kan ik niet goed aangeven. Ik denk dat mensen contact zoeken. Net als een aantal mensen die contact zoeken met parlementariërs, zal een aantal andere mensen contact zoeken op dat moment met bewindspersonen. Ja, als er kan. Nee, de heer Heijink. Dank, voorzitter. Ik vind het echt stuitend in hoeverre hier de coalitie zich plotseling als een soort inquisitie gaat opstellen richting de heer Omtzigt. Terwijl hij, volgens mij net als heel veel anderen, geprobeerd heeft het juiste te doen. En cruciaal verschil is natuurlijk ook dat de heer Omtzigt of ieder ander Kamerlid in deze zaal in de positie is geweest, ook destijds, om deals te sluiten te waarde van 100 miljoen euro met wie dan ook. Dat is natuurlijk nogal een cruciaal onderscheid tussen de positie van een bewindspersoon en de positie van een Tweede Kamerlid. Dus hebt u een vraag aan de heer Heijink? Ik heb een vraag aan de coalitiepartijen, dat als zij zo enorm kritisch meneer Heijink, en openheid, dat is openheid, geen interruptie. Ik ben bijna klaar, voorzitter. En openheid eisen van de heer Omtzigt, dat ze diezelfde openheid dan ook eisen van het kabinet. Want als zij dat zouden doen, dan zou dit debat misschien nog ergens over gaan. Dank u. Dank u wel, meneer Omtzigt. Daar kan ik wel iets op zeggen. Ja. Ik snap die opmerking. En ik hoop ook van harte dat ik hoop dat die controle die hier in het Kamer naar mij plaatsvindt, en ik sta hier gewoon om de vragen te beantwoorden, op dezelfde wijze plaatsvindt richting de regering. Dank u wel. En daar kijken een aantal mensen op aan. En het valt me op dat bepaalde interrupties langer duren dan de spreektijd die ik hier heb. En daar ben ik het mee eens, want dat zien we allemaal gebeuren. Ik geef tot slot het woord aan de heer Van Houwelingen, Vorm voor Democratie. Voorzitter, ik zie sommige partijen dit debat aangrijpen als een soort van evaluatie van het totale coronabeleid. Dan wel om terug te kijken op alles wat er niet goed is gegaan met het inkopen van mondkapjes. Dat kan ik op dit moment niet en daar is dit debat ook niet voor bedoeld. Dit debat gaat over iets anders, misschien nog wel iets groters. Het gaat over onze democratie. Een jaar geleden stonden we in deze zaal. Het 1 april debat. Helaas geen grap. En we hadden hier een debat over dat we het allemaal anders zouden doen. Er stond hier een premier te vechten voor zijn politieke leven. En we zouden het allemaal beter doen. We gaan informatie nu geven aan journalisten als ze erom vragen en aan de Tweede Kamer. En waar staan we nu? Artikel 68 van de Grondwet zegt dat informatie ten alle tijde aan de Kamer verschaft moet worden. Tenzij dit in het belang van de staat niet kan. Vorige week vroegen we om informatie. En tot twee keer toe is deze informatie door minister Helder geweigerd. Ik dank het kabinet dat deze informatie hier gisteren wel is gekomen. Maar dat laat wel een vraag open. Waarom kon vorige week deze informatie niet geleverd worden en deze week wel? Waarom kon er vorige week blijkbaar wel een beroep gedaan worden op het belang van de staat en waarom niet? En uit de brief die minister Helder heeft gestuurd, wordt de brief van minister De Jonge meegestuurd met het verzoek om deze informatie door te sturen. Wie heeft eigenlijk bepaald dat deze informatie nu wel naar de Tweede Kamer kan? Voorzitter, we moeten afrekenen, en niet alleen de oppositie hier, en ik kijk indringend naar de coalitiepartijen, als parlement. We moeten als parlement afrekenen met een verziekte bestuurscultuur. Een bestuurscultuur waarin memo's over de dividendbelasting maandenlang achtergehouden kunnen worden en dan plotseling naar boven komen. En dat hij dan een winstpersoon staat en zegt, ja, sorry, ik had het echt allemaal anders moeten doen, ik had het eerder moeten doen, sorry. Een bestuurscultuur waarin informatie over toeslagen, schandaal, jarenlang achter is gehouden. Jarenlang, met alle gevolgen van dien. Een bestuurscultuur waarin feitenrelaties niet met de Kamer worden gedeeld, tenzij de minister die het onderwerp is van het feit, helaas zelf zegt dat het goed is dat deze informatie gedeeld kan worden. Voorzitter, ik kijk hier naar een kabinet dat zich vooral lijkt druk te maken over haar eigen status, over opiniepeilingen, over boze Twitterberichten. Mijn boodschap vandaag is, ga aan het werk. Geef de Kamer en journalisten gewoon eerlijk antwoord als ze vragen stellen, zodat we ons allemaal bezig kunnen houden met de echte problemen van onze tijd. En concreet, voorzitter, heb ik nog een aantal vragen aan het kabinet. Kijk, minister De Jonge kan wel zeggen, sorry, ik had eerder en beter de Kamer moeten informeren. Maar wat bedoelt hij daar precies mee?
Wat ik hier zie gebeuren is de methode Rutte. Dit is hoe Rutte al 10 jaar met allerlei ongein in dit parlement wegkomt. Maar kan de minister ook in dit debat uitleggen waarom hij op 25 april ambtelijk via de app wel degelijk details kreeg over deze deal? En hoe het dan kan dat hij op 17 mei van datzelfde jaar, 2021, bij het uitlopen van de ministerraad zegt dat hij op geen enkele wijze betrokken is? Houdt hij dat nog steeds staande, dat hij niet betrokken was bij deze deals, terwijl uit de berichten die we hebben gezien dat wel degelijk het geval was? In Kamervraag uit juni van 2021 wordt gesteld dat die minister Van Rijn iedere keer de informatie heeft doorgegeven. Als mijn fractie dat leest, denken we dat is prijzenswaardig. Want het is de taak van de minister om signalen door te geven. En nu blijkt dat hij ambtenaren heeft aangezet om aan het werk te gaan. Voorzitter, ik rond af. Mijn punt hier is niet dat het allemaal niet zou deugen wat hier is gebeurd. Dat het niet goed is. Ik kan het op dit moment, heb ik niet alle feiten en kan ik er niet over oordelen. Maar wat ik van bewindspersonen verwacht, ieder moment, is dat ze eerlijk de informatie delen met de Tweede Kamer en met journalisten. Samen maken we onze democratie. En de democratie is gebaat bij transparantie. En op het moment dat dat niet gebeurt, dan hebben we als volledige Tweede Kamer een groot probleem. En ook het kabinet. Dit gaat over het vertrouwen dat mensen kunnen hebben in ons openbaar bestuur. Daar gaat dit debat vandaag over. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Van Es, Partij voor de Dieren. Mevrouw de voorzitter, allereerst wil ik nog mijn gelukwensen uiten. Complimenten geven aan de heer Goudswaard voor zijn medespeech. Het was wel bijzonder dat het hem lukte, en dat is weinig gegeven, om 2 keer geroffel op de bankjes te krijgen tijdens een medespeech. Maar dat gaf het blijde bericht van de geboorte van Hanna, dochter van mevrouw Pauw Verweij, natuurlijk ook wel aanleiding toe. En ook haar hebben we al met geroffel van harte gefeliciteerd. Voorzitter, dan heb ik vooraf nog een andere opmerking voordat ik naar de inhoud ga. Natuurlijk begrijp ik de wens van veel partijen uit de Kamer om oud-minister van VWS De Jonge snel aan de tand te voelen over de mondkapjesdeal. En natuurlijk snap ik ook de aandrang van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening om zich persoonlijk te kunnen verdedigen over zijn bemoeienis hiermee in zijn vorige rol. Maar hoe begrijpelijk en verleidelijk ook, het is in de ogen van de SGP-fractie een ongelukkig novum dat deze weg nu daadwerkelijk wordt ingeslagen. Het is namelijk een dubieuze doorkruising van de tot nu toe consequent gehanteerde staatsrechtelijke regel dat in het debat verantwoording wordt afgelegd door de zittende minister, ook over het handelen van zijn of haar ambtsvoorganger. En het is ook onnodig omdat de Kamer andere mogelijkheden heeft om oud-bewindspersonen te bevragen op hun handelen in vorige functies, zoals bijvoorbeeld de parlementaire ondervraging of parlementaire enquête. Al met al geen voorbeeld ter navolging dus. Dan nu naar de inhoud. Laat ik vooropstellen dat de SGP met een zekere mildheid wil kijken naar acties, ook van de vroegere minister van VWS, om ogenschijnlijk aantrekkelijke aanbiedingen van mondkapjes welwillend te benaderen. Er was immers, dat herinneren zeker degenen die er toen bij waren, zich als de dag van gisteren, immense maatschappelijke en politieke druk om zoveel mogelijk beschermingsmiddelen in te kopen. En natuurlijk zijn er vervolgens ook kritische vragen te stellen, die ook bij mijn fractie leven. Ik zeg niet dat daarmee op voorhand alles goed was. Een deal met Van Linde werd door inkomens van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen diverse keren stellig ontraden. En daarom vraag ik ook aan de minister voor Langdurige Zorg, wat waren de redenen om ondanks de interne kritiek toch een deal met Van Linde te sluiten? En hoe weegt zij bij daarbij de betrokkenheid van de toenmalige minister van VWS? Vanaf welk moment waren de toenmalige ministers zich ervan bewust dat Van Linde fors aan deze deal zou verdienen? Maar voorzitter, maar voor de SGP zit de grootste pijn in een ander punt. Waarom is pas gisteren eindelijk opening van zaken gegeven? Waarom niet eerder transparantie en eerlijkheid zwaarder laten wegen? Geen halve waarheden, maar opening van zaken is toch de bestuurscultuur die we met elkaar hoog wilden houden. En de kernvraag in dit debat is voor mijn fractie daarom: waarom is een antwoord op Kamervragen niet eerder de volle waarheid verteld over de betrokkenheid van de minister van VWS rondom deze deal? En hoe kunnen we erop vertrouwen dat we in de toekomst ook onze Kamervragen
wel openheid van zaken krijgen. Ik hoor daar graag een overtuigende reactie op. Voorzitter, tot slot nog dit. Dat we vandaag een ongemakkelijk en ongewoon debat voeren, komt mede doordat ook het Deloitte-onderzoek naar de mondkapjesdeal veel langer duurt dan beoogd. Welke mogelijkheden ziet de minister voor langdurige zorg om het onderzoek nog verder te versnellen of te voorkomen dat het nog weer verder vertraagt? Voorzitter, daarmee kom ik aan het einde van mijn betoog in eerste termijn. Dank u wel. Dan geef ik kort aan mevrouw Van den Berg, CDA. Dank u, voorzitter. Voorzitter, de afgelopen weken, eigenlijk de afgelopen dagen, weken, nou eigenlijk alles rond de deal over de mondkapjes met hulptroepen BV, het is gewoon een treurig beeld. En dat begint allermeest met het beschamen van het vertrouwen van zoveel mensen die dachten mee te werken aan een grote order zonder winstoogmerk, ja echt, om heel veel mensen in de zorg te helpen. Maar dat bleek allemaal anders te zitten. En het strafrechtelijk onderzoek loopt. Vandaag hebben we het echter niet over de aanpak van die misstanden. Vandaag gaat het over het optreden van de minister van VWS ten tijde van de totstandkoming van deze deal en in de maanden daarna. Waarbij we eerlijk gezegd in een staatsrechtelijke spaghetti van de ministeriële verantwoordelijkheid dreigen te komen. Immers, niet eerder legde een minister vanuit vak K verantwoording af over zijn toenmalige portefeuille, terwijl de naaste minister zit die nu verantwoordelijk is. En dat is ongemakkelijk, terwijl ik, ja eigenlijk niet omdat ik de afweging van minister De Jonge niet begrijp, maar wel omdat ik het een ingewikkeld precedent vind geven. Want kan een oud minister met nu een andere portefeuille toch voor die oude portefeuille naar de Kamer worden gehaald? Of kiest de bewindspersoon daar zelf voor? Nou, zo zijn er allerlei vragen te stellen, voorzitter. En ik hoop eerlijk gezegd dat dit geen precedent is, maar een eenmalig gebeuren. Terug naar de mondkapjes. Een tijd van stress, van paniek, van heel veel mensen die zich met goede bedoelingen aanbieden, soms ook niet, van heel veel druk in de media en waar eigenlijk iedereen wilde dat we zo snel mogelijk zoveel mogelijk beschermmiddelen hadden. Juist ook in die verpleeghuizen, in de thuiszorg. En vanuit dat tijdsgewricht heb ik alle begrip voor het aandragen van kansen, ook van collega's hier die mensen tegenkwamen die iets lieten zien. Dat er contacten waren, dat is dan te begrijpen. Maar juist daarom blijven nu nog steeds de vragen staan wanneer duidelijk werd dat het in deze deal niet om een filantropische stichting ging, maar een BV. Was dat al bekend bij het sluiten van de deal? En hetzelfde geldt voor de kwaliteit van de mondkapjes. Wanneer was bekend dat dat niet in orde was? Wanneer wisten de betrokken ministers dat? En wanneer hebben ze dat met elkaar gedeeld? Voorzitter, uit de appjes is in ieder geval heel duidelijk dat minister De Jonge bekend was met de heer Van Dienden en contact met hem had en andersom nog meer. De minister heeft daar in zijn brief ook op gereflecteerd. Maar voorzitter, daar toch een paar vragen bij. Waarom reflecteert de minister hier zo laat publiek op? Heeft hij daar al op een eerder moment op gereflecteerd? Welke motieven heeft hij daarbij? Waarom niet eerder zijn kaarten op tafel, zo snel mogelijk? Want zou dat niet kenmerkend moeten zijn van hoe we met deze dingen om willen gaan? Met alle begrip dat er fouten zijn gemaakt in crisistijd. Dat er dingen niet zijn gelopen zoals je het idealiter had gezien. Maar dat je daarover reflecteert, aangeeft wat je motieven zijn. En dat je daarmee ook schoon schip maakt. Voorzitter, over de mail. Het klinkt allemaal heel menselijk, maar toch is het eerlijk gezegd erg dom. Alleen al vanwege de beveiliging die er voor overheidszaken geldt. Ik neem aan dat de minister daarin zijn lessen geleerd heeft. Ik neem ook aan dat het een waarschuwing is voor ons allemaal, want tegelijkertijd had ik gisteren ook nog dat er net even iets misging. Dus soms heb je ook met je accounts dat er dingen misgaat, maar dit ging toch wel een stapje verder. En ik mag ook hopen dat we dat voortaan voorkomen. Kan minister Helder verzekeren dat ook relevante privémails betrokken worden bij het Deloitte-onderzoek? En dan verder over dat onderzoek, voorzitter. We hebben de beantwoording van Deloitte gezien in de technische briefing. En het is duidelijk, het is omvangrijk, het gaat zorgvuldig. Maar het tijdspad, voorzitter, is erg ongewis. Hoe ziet de minister daarop toe, minister Helder?
En is er vanuit het ministerie van VWS alle medewerking in de informatieverzoeken die gedaan worden? Hoe ziet de minister de onderzoeken 2 en 3, de delen? Hoe interfereert dat met de parlementaire enquête? En voorzitter, in de omgang met de WOP-verzoeken, waarom heeft het ministerie dit zo lang afgehouden, inclusief juridische procedures? En was het gisteren vervolgens geen probleem om de zaken naar buiten te brengen? Voorzitter, ik rond af. Fouten maken in crisistijd, dat begrijpen we allemaal. Maar volhard er dan niet in, leg het uit. En voorzitter, dan kunnen we ook weer toekomen aan de dingen die we echt nodig hebben in deze tijd. Want het zijn spannende tijden, niet alleen deze dag, maar in veel groter verband. Dank u wel. Dank u wel. Dat is een interruptie van mevrouw Agema, PVV. Voorzitter, ik vraag me ook even af wat mevrouw Bikker precies van minister De Jonge wil. Als het gaat om de brief die hij via minister Helder aan ons heeft gestuurd. Eigenlijk zegt mevrouw Bikker, nou ja, fout maken kan. Kom eerder met je excuses, dan had het allemaal beter geweest. Maar in die brief die hij via minister Helder aan ons heeft gestuurd, zie ik geen excuses. Het had duidelijk moeten zijn, er was verwarring. Dus wanneer is het voor mevrouw Bikker goed? Wanneer strijkt ze met de hand over het hart en kan minister Jonge gewoon blijven en doen wat hij wil? Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter. Mevrouw Agema kan soms heel goed samenvatten, maar nu doet ze me tekort. Want ik vroeg bijvoorbeeld, waarom heeft de minister die brief gisteren geopenbaard? Ik heb eerlijk gezegd de data boven de brief niet scherp of dat nog de dag ervoor was of gisteren, maar in ieder geval een heel laat moment, terwijl al lang duidelijk was. Neem ik aan dat de minister duidelijk had voor zichzelf welke contacten hij heeft gehad destijds met de heer Van Linden. Ik heb hem gevraagd naar zijn motieven. Ja, die vraag stel ik niet zomaar en ik heb voor hier een open debat. Ik heb mijn vragen gesteld over de keuzes die zijn gemaakt. Daar ga ik de reflectie op horen. En ik heb daarnaast neergelegd dat ik het een staatsrechtelijk ingewikkeld debat vind, maar dat we dat nu wel voeren met deze minister. Mevrouw Agema. Ik vroeg eigenlijk wat mevrouw Bikker nou precies van de oud-minister van VWS, van minister De Jonge, wil. Want in de brief die hij naar de Kamer heeft gestuurd, heeft hij het over verwarring en had er beter op moeten toezien, had completer moeten zijn. Dat zal allemaal wel waar zijn. Maar ik lees niet een mea culpa of een excuus of een... Wat wil mevrouw Bikker van minister De Jonge? Wat wil ze dat hij doet straks? Wat wil ze van hem horen? Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter. Ik ga hier niet vertellen wat meneer De Jonge precies moet zeggen. Of minister De Jonge. Laten we de verantwoordelijkheden scherp houden. Ik heb mijn vragen gesteld. Die vragen gaan 1 over welke contacten zijn er precies geweest. Wanneer was duidelijk dat dit niet filantropisch was, maar winstgevend? Is daarover gesproken tussen de ministers? Nou, het kan ook zijn dat dit pas duidelijk gaat worden bij het Deloitte-onderzoek. Maar ik wil de antwoorden van deze ministers horen. Ik heb ook aangegeven dat ik het laat vind. En daar heb ik dus mijn gedachten bij. En ik vraag de minister daarop te reflecteren. Maar ik ga je niet zeggen als de minister door deze en die hoepel springt. Nou, dan staat de ChristenUnie-fractie zo. Ja, zo werkt dat niet. Tot slot, mevrouw Agema. Ik hoor echt een heel aantal keren in het debat langskomen dat er nogal een groot verschil is tussen een non-profit en een profit organisatie. Maar laten we wel wezen, er zijn ongelooflijk veel non-profit organisaties waarbij de bestuurders tonnen verdienen en in hun zak steken. Dus dat verschil lijkt me toch niet heilig. Volgens mij is het ook van belang dat mevrouw Bikker inziet dat de heer Van Linden geen deal kreeg via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. En vervolgens gaan er een heleboel CDA's duwen, pushen, komen in actie. En dan krijgt hij een deal wel. Los van het feit dat er 100 miljoen euro belastinggeld mee verloren is gegaan en dat geld terug moet, had dit ook in een non-profit situatie was het ook verkeerd. Want al die andere leveranciers die zelfs deugdelijke mondkapjes konden leveren, die kregen hun deals afgeblazen. Ja, dus dat wilde ik nog even vragen, mevrouw Bikker. Realiseert zij zich dat de profit of non-profit in deze deal, dat de deal sowieso verkeerd was, mevrouw omdat Bikker. Die CDA's dat gingen regelen? Mevrouw Bikker. Voorzitter, ik heb niet voor niks ook vragen gesteld over de kwaliteit van de producten, wanneer dat duidelijk was. Dus daar heb ik vragen over gesteld. Ik begrijp heel goed dat mevrouw Agema daarin nog een keer terugkomt van, heeft u dat allemaal in de gaten? Ja, wij staan hier samen als zorgwoordvoerders ook wel eens heel chagrijnig te zijn over non-profit instellingen waar het niet goed gaat, eens. Maar wat hier wel duidelijk is gebeurd, en we hebben dat ook gezien in allerlei bedrijven die daarna ook zich hebben teruggetrokken. Zij dachten samen voor het goede doel, met elkaar, voor een samenleving die in brand stond, samen zich in te zetten met uitzendkrachten, met allerlei dingen, om mensen echt te helpen.
En dat is anders gebleken. Ja, dat is wel de situatie waar we het nu over hebben. Dank u wel. Mevrouw Van Essen, Partij voor de Dieren. Dank u, voorzitter. En ik kan het verhaal van de ChristenUnie heel goed volgen, van mevrouw Bikker. En ik snap ook die positie. Alleen, ik vind het nog wel interessant hoe mevrouw Bikker dit ziet in die nieuwe bestuurscultuur die beloofd is vorig jaar. En hoe zij, en ik ga er toch vanuit, ChristenUnie, die we kennen als een partij die staat voor die openheid, die integriteit. Het feit dat we hier met elkaar dat open debat voeren, hoe zij dan dit debat van vandaag en de informatie die we nu hebben ziet in die nieuwe bestuurscultuur die beloofd is. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, dank u wel. En ook dank aan mevrouw Van Es voor deze vragen. Want ik hecht er enorm aan dat we hier altijd laten zien wat onze motieven zijn. Welke kaarten we hebben en dat die op tafel liggen zodra het kan. Als er een belang is, omdat er op dat moment nog mondkapjes geregeld moesten worden, snap ik heel goed dat het ministerie in de zoektocht daarin allereerst wilde regelen dat er beschermingsmiddelen waren. Ik snap ook heel goed, en we hebben dat ook gezien in die technische briefing, hoe ongelooflijk veel data er zijn, hoeveel documenten. Dus dat je als minister verantwoordelijk bent voor dat geheel, dat staat als een paal boven water. Dat je niet ieder document nu uit je hoofd kan citeren, staat ook als een paal boven water. En dat zijn typisch van die voorbeelden waarvan je zegt, kom met openheid, laat zien wat je motieven waren en laat zien wat je daarin tegen bent gekomen. Ik stel mijn vragen niet voor niks. Ik vraag naar een reflectie van de minister daarop. Dat doe ik niet uit goedkoopigheid. Dat doe ik omdat ik het heel belangrijk vind dat we hier in deze zaal juist ook daarop met elkaar toezien. En dat is aan deze hele Kamer. En dat is voor mij geen oppositie-coalitie ding. Dat is eigenlijk de verhouding tussen Kamer en kabinet. En eerlijk gezegd vind ik dat een hele belangrijke om met elkaar vast te houden. Mevrouw Van Es. Dank u, voorzitter. Maar ik blijf toch wel, wanneer is het dan voor de ChristenUnie genoeg? Dat vraag ik me wel af als we weten, en we weten de geschiedenis van kabinet Rutte 3, waarin we met elkaar, waarin de vorige kabinet fouten heeft gemaakt, specifiek weer op het achterhouden van informatie, op het niet eerlijk zijn richting Kamer, op het niet verstrekken van informatie richting de media. En daar is een andere cultuur beloofd, een jaar geleden, en nu staan we hier weer. Met dezelfde conclusies die we kunnen trekken. En ik ben wel benieuwd voor wanneer voor de ChristenUnie dan genoeg. Want er verandert niks als we hier met elkaar opnieuw zeggen, ja, dat is verkeerd gelopen, punt. Zeg maar, wanneer komt dan echt die nieuwe bestuurscultuur? Ja. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, mevrouw Van Es dicht mij sowieso meer macht toe dan ik heb. Ik ben een Kamerlid wat hier controleert. Ik bevraag het kabinet op wat er gebeurt. Op wat er gebeurd is, welke afwegingen er zijn gemaakt. Die antwoorden wil ik horen. Daarom ben ik Kamerlid. En dan zal ik wegen. Zo ligt dat voor mij sowieso als Kamerlid. En daarnaast, we kunnen nu alles op één hoop gaan vegen over alles wat er ooit gebeurd is. Maar dan zouden we ook dit debat geen recht doen. De ministeriële verantwoordelijkheid, want daarop zit mevrouw Van Es te duwen, die ziet op het debat wat je hier voert. Daar stel ik mijn vragen over. Ik ben hier nu niet om een compleet kabinet te recenseren. Daar zijn weer andere momenten voor. Mevrouw Van Es, tot slot. Tot slot. Ja, want helaas is het een patroon. En dat patroon wordt nog steeds niet doorbroken. En ik vind het wel, ook vanuit ons als Kamer, maar ook op het moment dat je deel uitmaakt van een regering waar de ChristenUnie deel van uitmaakt, dat het wel goed is om ook dan te reflecteren en te zien hoe de ChristenUnie vindt dat het tot nu toe gaat met een belofte die wel degelijk door de nieuwe regering is gedaan. En ik stel de vraag nog één keer en ik ben toch benieuwd Of mevrouw Bikker daar nog een antwoord op kon geven. Hoe vindt u het dan nu gaan met die nieuwe bestuurscultuur? Gaat het al goed of moeten er nog stappen worden gezet? Hoe vindt u het dan nu, als we vandaag dit debat voeren, hoe gaat het er dan mee? Ja, mevrouw Bikker, hoe vindt u zelf dat het gaat? Nou, ik ben hier heel duidelijk over dat ik vind dat dit eerder had moeten zijn en dat ik van de minister vraag waarom zo laat. En ik heb een heel aantal andere vragen gesteld. En het is heel duidelijk, zo heeft u mij denk ik ook de afgelopen debatten meegemaakt. Wij hebben heel veel coronadebatten samen gedaan. Ik zal daar altijd staan als ik denk, hier zijn dingen niet in de haak. Stel mijn vragen. Dat is bij deze mondkapjesdeal in de zomer vorig jaar geweest met mevrouw Kuiken, met de heer Paternotte. En daarin vind ik oprecht als Kamerlid dat als ik vind dat het niet goed gaat, dat ik het kabinet daarop heb aan te spreken. En dat, nou, u heeft mij gehoord. Dank u wel, mevrouw Bikker. En dan geef ik het woord aan mevrouw Paulusma, D66.